De laatste gemeenteraadsvergadering van 2012 is er net afgelopen. En natuurlijk zijn we dan met Politiek Café ter plaatse om met de politici te spreken en te horen waar zij het over hadden en wat ze over u hebben besloten. Meneer Wessels, de vergadering zou eigenlijk om 8 uur beginnen. Toen stond er 8:30 en het werd 9 uur, want dat was een besloten vergadering. Waar ging het over? Dat was een besloten informatiebijeenkomst. En waar ging die over? Die was besloten. Ja, dat weet ik wel. Maar waar ging het over? Dan is hij besloten. Ja, meneer Welles, jullie hadden het vanavond ook over de Brem. Wij hadden het over de Brem, ja. Er lag een voorstel om tot vaststelling te komen van de stand van zaken omtrent de Brem. Ja. Bij ons werd ook gevraagd om een strategisch regionaal bedrijventerreinenbeleid vast te stellen. Wat een moeilijk woord trouwens. Ja. En dat eerste, daar konden wij het wel mee eens zijn, want dat is gewoon een constatering van feiten natuurlijk. Tweede, daar hadden wij het ook moeite mee, omdat wij bij de algemene beschouwing al aangekondigd hebben dat wij bij de voorjaarsnota terug zullen komen op de Brem. En in die tussentijd dus het college nog de kans geven om verdere ontwikkelingen te plegen. En daarom konden wij ook niet met dat strategisch beleid instemmen, omdat wij onze rug wat dat betreft vrij willen houden. En als wij nu al mee zouden instemmen, dan wordt het verhaal dat wij straks misschien moeten gaan vertellen een stuk moeilijker. Ja, maar als ik de heer Welles hoor zeggen we willen de rug vrij houden, heeft D66 de rug dan nog vrij? Dat zie je toch? We hebben altijd de rug vrij. Kijk, en het is een flauwe, maar wel waar. De raad die kan in zijn wijsheid, in meerderheid, bij iedere vergadering die er is, kan hij andere besluiten nemen op goede gronden, voortschrijdend inzicht. Dus wat dat betreft hebben we de wethouder, mevrouw Vonken, nu nog even de ruimte gegeven van waar ze zelf ook nog hard aan wil trekken. Ja. Om nog even flink te kijken of het nou echt wel of niet gaat. En die rug, misschien hebben wij de rug wat makkelijker vrij, maar dat ligt misschien aan het soort mens dat zou kunnen. Een aantal moties hebben jullie ingediend als oppositie. Ze zijn op één na, geloof ik, allemaal afgeraden door het college. Eén is er overgenomen. Waar gingen ze over? Heel in het kort. Er zijn twee overgenomen. De eerste ging over de Brem. We hebben juist aangegeven van geef de portefeuillehouder het college meer ruimte om ook in te spelen op rendabele alternatieven die er vanuit de samenleving komen. We weten iedereen allemaal dat er ook andere initiatieven liggen dan een bedrijventerrein. Dus daar willen we wel graag op inspelen. Dan de tweede die is overgenomen, dat had te maken met het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Daar willen wij gewoon dat de portefeuillehouder naar de raad weer terugkomt als hij deelprojecten heeft. Maar jullie wilden ook dat de wethouder zich wat meer gaat inspannen voor de Brem? Inderdaad, wij hebben gezien het afgelopen jaar, we hebben met veel ondernemers gesproken, dat wethouder Vonken wel veel gedaan heeft, maar nog veel meer zou kunnen doen als ze echt met lokale makelaars en ondernemers aan tafel gaat. En dat hebben we gevraagd. Verkeers- en vervoersplan kwam op de rol vandaag. Waar ging dat over? Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft de visie weer van de gemeente Gennep met betrekking tot verkeer en vervoer voor de komende jaren binnen de gemeente Gennep. Dus ook in het centrum van Gennep en ook in de kernen. Ja, dat is dus, laat ik zeggen, beleid op grote lijnen? Het is een beleid op grote lijnen. Het is een visiestuk waarin knelpunten benoemd worden en oplossingsrichtingen bedacht worden. Meer is het niet in onze ogen. Jawel, maar als ik dan hoor knelpunten, dan denk ik ook aan concrete zaken. Concrete zaken, dan hebben we het over bijvoorbeeld de Brabantweg, de Weverflatrotonde, de Weverstraatrotonde. De N72 is een belangrijk punt. In het buitengebied zijn een aantal knelpunten. Daar worden oplossingsrichtingen voor gegeven. Maar dan werd ook duidelijk in het stuk gesteld dat er een hoog abstractieniveau zou zijn. Ja, goed. Dus er wordt nog niet precies gezegd hoe dat de oplossingen eruit moeten zien. Nee, precies. Daar heeft u gelijk. Het is eigenlijk een visie waarin men aangeeft van wat wil men het komend jaar concreet gaan oppakken. Welke zaken zijn zeg maar als speerpunt benoemd. En dat zijn dus het verbetering van het openbaar vervoer en verbetering van de verkeersveiligheid. Dat zijn de twee belangrijkste speerpunten die benoemd zijn. Die worden op diverse punten, zullen die de komende jaren aangepakt gaan worden. Jullie hebben iets gezegd over de brug die er aangenomen is inderdaad om gebouwd te worden tussen Ottersum en Gennep. Ja, er is een besluit genomen in januari over een sobere variant van de Niersdalbrug. En daar waren wij toen tegen, daar zijn we nog steeds tegen. Maar we hebben gezegd van er is een besluit genomen. Maar laten we nu kijken dat we het niet nog een luxere variant maken dan er al komt. Zijn jullie nou voor of tegen die brug? Dat is nog niet duidelijk, want je wil geen luxere variant, maar je wil wel de huidige variant.
We zijn tegen de sobere variant en we zijn tegen de luxere variant. Maar we moeten ons wil neerleggen bij een besluit dat de raad genomen heeft. Als een meerderheid een besluit neemt, dan, ja, dan moet je wel daarmee verder gaan. Hè? De rondweg wordt gedeclasseerd, niet op de wijze waarop wij het zouden willen. Het wordt 2x2 baans 80 kilometer. Wij hadden liever gezien dat dat 1x2 baans werd met een parallelle voorziening voor het langzaam verkeer. Dat besluit is al in april genomen. Dus ver voordat dit GVVP in behandeling kwam. Ook ver voordat het GVVP sessies bij de bewoners gepresenteerd werd. En waarop inspraak uitgeoefend kon worden. Dus dat was een kritiekpunt voor ons, maar niet zwaarwegend. De redactie van Politiek Café wenst u alle prettige feestdagen en een zeer goede roets in het nieuwe jaar. Op 7 januari is er opnieuw een raadsvergadering. En ook dan zullen we u weer op de hoogte stellen wat er zoal in Gennep rijlt en zeilt. Graag tot dan.